Ik ben Grisela van Fashionista Magazine en in deze DIY ga ik je laten zien hoe je een geblokt shirt à la Louis Vuitton en House of Holland maakt. Dat scheelt je dus weer een hoop cash. En als je dit met leer combineert, heb je een echt must-have item. Voor we gaan beginnen moet je natuurlijk je tools klaar beliggen, dus wat heb je zoal nodig? Een leren legging, een sweater waar we later de mouwen gaan afknippen, want in de zomer is het natuurlijk veel te warm. Een meetlint, speldjes, potlood, naalden, garen, wit of grijs, maakt niet uit, en een schaar. En dan zijn we nu klaar om te beginnen. We beginnen met het binnenste buitenkeren van de trui en je legt de achterkant naar boven. Leg het meetlint in de breedte op de onderkant van de trui en zet om de 5 centimeter een streepje. Herhaal dit in het midden en aan de bovenkant van de trui, zodat je straks rechte stroken van 5 centimeter krijgt. Teken nu de verticale strepen. Gebruik je een donkere trui, teken dan de strepen met wit krijt in plaats van potlood. Knip de lijn in. De lengtestroken van het vlechtwerk zijn nu klaar. Meet de lengte en de breedte van de trui op en noteer hoeveel leren stroken je nodig hebt om de trui te vullen en hoe lang ze moeten zijn. We beginnen nu met de legging. Knip de naden open en leg hem plat op tafel. Knip uit de stof de horizontale stroken voor het vlechtwerk. Ik knip 6 stroken van 45 cm en 3 stroken van 38 cm. En iedere strook is natuurlijk 5 cm breed. Pak de trui weer en zet de stroken aan de linkerkant vast in de naad met velden. Vouw 1 cm om voor een mooie afwerking. Om een goed vlechtwerk te krijgen, knip je voor de tweede, vierde, zevende en negende strook de zijkanten 5 cm in. Dit doe je net voor de naad, zodat je de leren strook eronder door kunt halen. En nu gaan we vlechten. Onderdoor, bovenlangs, onderdoor, weer bovenlangs en zo ga je verder tot de vlecht klaar is. Zet de uiteinden van de leren stroken ook vast met spelden. Vouw hierbij weer 1 cm om. Het is belangrijk dat je de leren stroken net iets te strak vastzet, zodat ze niet gaan hangen als je de trui aan hebt. Nu kun je de stroken vastnaaien. Nu is het naaien klaar en kun je de trui weer terugdraaien. Nu nog even de mouwen afknippen en je shirt is klaar. En klaar is je lookalike Louis Vuitton trui. En voor meer variaties kijk je in de nieuwe Fashionista. En wil je nog meer van dit soort filmpjes zien? Abonneer je dan hieronder op ons kanaal. Tot de volgende keer! Ja, leuk!